Ja, ik luister heel veel muziek. Dus het was heel moeilijk om de drie favorieten te kiezen. Dus ik heb gewoon even de drie snel gekozen. Van ik denk, ja, die zijn wel leuk om te horen. Op drie staat bij mij Bobby Valentino met Jungkook, Beep Beep. Dat is een R&B nummer. Gewoon een lekkere beat. Ik luister niet zoveel naar de tekst. Ik luister gewoon naar de beat en dan een beetje bewegen erop. Jij zegt, ik luister niet zoveel naar de tekst. Is dat specifiek voor dit nummer of luister je sowieso niet veel naar de tekst? Ik luister sowieso niet veel naar de tekst. Deuntje moet gewoon lekker zijn. Dan kan ik ermee doen. Ik luister vooral naar O'Kelly van vroeger. Osje van vroeger. Dus ja, ik luister wel naar liedjes die wat ouder zijn. Dat zet jij nu nog op? Ja, die zet ik nu nog op. Ik heb ze ook nog op mijn iPod staan, dus ja. Ja, die iPod staat vol, hè, bij jou? Ja, ja. Staat aardig vol, ja. Doe eens een schatting, hoeveel nummers? 12.000, 13.000, zoiets. Ja, gewoon veel downloaden. Gewoon vrienden krijgen. Ja. Niet dat ik ze allemaal luister, maar gewoon de beste probeer ik zo vaak mogelijk te luisteren. En 12.000, 13.000 R&B nummers allemaal? Of? Nee. Ook reggae en hip-hop vooral. Dus, maar het meeste is R&B. Maar daar ligt dus heel duidelijk jouw interesse. Ja. En als we zeggen trends, dance... Ja, dat luister ik niet zoveel. Dus, kan je uitleggen waarom jou dat minder ligt? Ja, is gewoon niet mijn ding. Is alleen maar het, vaak hetzelfde deuntje. Ja, daar hou ik niet zo van. Een beetje afwisselen. Is dat ook omdat R&B wat gevoeligere muziek is? Dat het je aanstaat? Ja... Je hebt verschillende soorten R&B. Je hebt mensen die een beetje, zeg maar, snel zingen. Je hebt ook mensen die heel rustig zingen. Dat vind ik wel goed bij mij passen. Dus... Dat snel en dat rustig? Ja, het is een beetje afwisseling. Jij bent ook een jongen die af en toe heel snel is en af en toe heel rustig, of niet? Ja, toch wel. Ja, dus je bent ook wel eens heel rustig buiten het veld en op ander moment heel druk? Ja, vooral buiten het veld ben ik heel rustig. En in het veld, ja, ben je vooral bezig met andere dingen. Dus dan moet je wel wat actiever zijn. En dan ben jij niet rustig dus in het veld? Ja, ik probeer wel zo rustig mogelijk te zijn. Maar af en toe wordt er wel gevraagd dat je veel aan het werk bent. Zo, vandaag. En het heet What They Gonna Say. Dus, het is nog niet zo bekend. Ik weet niet of heel veel mensen... Ik denk dat heel veel mensen het kennen. Het is net een maandje oud volgens mij. Dus, vind ik wel mooi. Hey, een dag telt 24 uur. Hoeveel van die 24 heb jij iPod op? Ik probeer zo vaak mogelijk te luisteren. Maar misschien 4 uur of zo. Dat is wel genoeg. Op welke momenten heb je hem dan aanstaan? Als ik van Utrecht naar Rotterdam kom om te komen trainen, dan heel vaak. Dan weer op weg naar huis. En als ik gewoon thuis ben, doe ik gewoon mijn PC aan. En dan muziek afdraaien. Jij komt elke dag vanuit Utrecht naar Rotterdam? Ja. Hoe? Met de trein. Dus. En dan heb ik genoeg tijd om muziek te luisteren. Heb je alle tijd om muziek te luisteren? Zeker, zeker. Vind je dat niet vervelend dat je elke dag zo'n reis moet maken? Nee, ik ben er al gewend. Ik doe het al 4 jaar, dus ja. Maakt mij niet uit. No sleeping now, your body's calling me. We can lay down in a feather playground bed with a white linen canopy. And if you like that talk, baby, don't stop now, cause the rain don't stop it. Let me show you how I break this down. I break this down, I'ma make you love me, babe. Let me show you how I break this down. I break this down. Sugar, let me drive you crazy. Let me show you how I break this down. Nummer 1 is bij mij Ryan Leslie met Break This Down. Er zit heel veel drums in, lekkere beat. Hij maakt zijn eigen beats, dat vind ik gewoon knap. Hij doet alles zelf en hij zingt ook nog, dus vandaar. En voor de duidelijkheid nog een keer, jij luistert niet naar de tekst, hè? Het is echt een melodie aangaan. Gewoon melodie. Is dat sowieso, bij alle muziek, is er nou geen enkel nummer wat jou pakt qua tekst? Ja, vroeger probeerde ik wel mee te zingen met O'Kelly en te volgen. Wat hij allemaal zei, wat hij allemaal zong. En proberen de bedoeling achter die tekst te vinden. Maar nu niet meer, echt nu gaat het meer om het deentje bij mij. Afgelopen maand november, wat allemaal zo snel is gegaan en goed.
heb ik vooral deze liedjes afgespeeld. Dus ik blijf ze nog een tijdje luisteren. Misschien helpt het wel mee. Dus ik blijf ze voorlopig even afspelen. Luister jij eigenlijk ook wel eens radio? Ja, vooral voor niks. Het is een jongere station. Er wordt verschillende soorten muziek afgespeeld. Dus ik luister gewoon. Ook mijn soort muziek wordt afgespeeld. Dus ja, ik probeer dat zo. Meestal als ik in de auto zit bij mijn moeder. Dan valt hij zo vaak mogelijk op voor niks. Tenzij zij haar eigen muziek wil luisteren. Ja, zij reist het vooral naar Surinaams muziek. Maar soms wordt het wel een beetje te veel. Dus, maar ja, maakt niet uit. Ze mag ook, pleziertje hebben. Ik luister nog heel veel Surinaams muziek zelf. Dus het zal er wel in blijven. Maar ik speel het niet echt super vaak af of zo. Alleen als ik echt een dag heb van ja, nu wil ik Surinaams muziek luisteren, dan draai ik het heel vaak af. Voel je naar Suriname of Nederlander? Ja, toch meer Suriname. Toch meer Suriname. Ga je vaak terug? Ja, bijna elk jaar. Dus ik heb heel veel familie daar wonen. Dus die wil ik ook zo vaak mogelijk zien. Ik heb nog mijn oma daar zo. Dus ja. Ze heeft ook voor mij gezorgd een tijdje. Dus ik ga zo vaak mogelijk terug.